Zo herkennen websites u als geen ander. Anoniem zijn op internet. Het blijft moeilijk. U wordt van website naar website en app naar app achtervolgd en uw surfgedrag wordt doorlopend in kaart gebracht. Cookies zijn daar al lang niet meer de enige manier voor. We leggen uit hoe u door fingerprinting wordt herkend en gevolgd. Net als in het echte leven laat u ook online vingerafdrukken achter. En net als de fysieke tegenhanger is ook uw digitale vingerafdruk uniek. Wanneer u een website opent, geeft uw computer noodzakelijke informatie door. Welke browser u gebruikt, op welke resolutie het scherm is ingesteld, het besturingssysteem en nog talloze andere details. Dit zorgt ervoor dat de website op uw apparaat tevoorschijn komt zoals het hoort. De combinatie van al deze gegevens levert een uniek plaatje op. Uw online vingerafdruk. Deze vingerafdruk onthult uw identiteit weliswaar niet direct, maar maakt u voor een website wel herkenbaar, als terugkerende bezoeker bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet altijd met kwade of commerciële intenties. Zo gebruiken banken het om fraude te voorkomen. Wanneer uw apparaatafdruk niet overeenkomt met wat de website eerder van u heeft vastgelegd, slaan ze alarm. Deze unieke vingerafdruk kan door websites ook worden gedeeld met partners. Die gebruiken deze informatie weer om advertenties te personaliseren. Fingerprinting kan dus uw surfgeschiedenis in kaart brengen voor gerichte advertenties. Irritant als u juist probeert dit soort tracking te voorkomen, bijvoorbeeld door cookies niet te accepteren. Door alle informatie te blokkeren die een website over uw apparaat verzamelt, wordt surfen vrijwel onmogelijk. En in tegenstelling tot cookies, die u kunt weigeren of weggooien, wordt uw apparaat fingerprint door de website zelf opgeslagen. Daar komt u dus niet zomaar vanaf. Fingerprinting is ook niet te voorkomen met een VPN waarmee u uw IP-adres verbergt. Sommige techbedrijven ondernemen daarom actie. Apple wil bijvoorbeeld fingerprinting via hun browser Safari tegengaan door ervoor te zorgen dat elk apparaat minder uniek oogt. U kunt zelf ook iets doen. Moderne adblockers herkennen actieve fingerprinting en kunnen dat deels blokkeren. Voor de browsers Chrome en Firefox zijn al extensies beschikbaar die veel vormen van fingerprinting tegenhouden. Meer weten over fingerprinting? Ga naar accessforall.nl/blog.